Goedenavond, dames en heren. Het is zover. De teerling is geworpen. En de avond met als thema de Veluwe op één. Of de Veluwe weer op één. Het is maar net waar u de klemtoon op wil leggen. Die gaat beginnen. Deze avond zal bestaan uit, naar ik hoop, en met mij u ook hoop ik, een levendige discussie over wat we moeten gaan doen om de Veluwe weer op één te krijgen, waar de problemen zitten, waar de mogelijkheden zitten, wat we kunnen doen, wat we vooral niet moeten doen, waar allerlei zaken zijn die we beter kunnen doen. En toevallig hoorde ik dat vanochtend. Ik geloof dat onze gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk dat zei. Dat is dat de Veluwe de hoogste dichtheid heeft aan allerlei pretparken. Nog dichter? Nee, net zo dicht als Orlando in Florida. Het weer is iets anders, maar in ieder geval, het is een interessant gegeven. Voor vanavond hebben we een aantal bijzondere gasten. Eén daarvan is de commissaris van de Koning, maar die is er nog niet. Ik ga ervan uit dat die zo nog wel komt. En als die komt, dan ontvangen wij hem natuurlijk met een hartelijk applaus. Burgemeester Van Hemmen van Nunspeet, welkom. De leden van Provinciale Staten voor zover aanwezig, welkom. Maak er een leuke avond van en luister vooral, want ik kreeg nog op het hart gedrukt dat alleen de woordvoerders, en dat is dat hele selecte gezelschap wat vooraan zit, dat alleen de woordvoerders wat mogen zeggen. De anderen die op de stoelen zitten aan de achterkant in het duister van deze zaal mogen applaudisseren op de daarvoor bestemde momenten. En last but not least, gedeputeerde staten, welkom. Fijn dat ook u er allemaal, bijna allemaal bent. En we gaan er een leuke en vooral ook een interessante en nuttige avond voor maken. Voor de leden van Provinciale Staten is het van belang, en laat ik dat nou toch maar benadrukken om enige, ja, moet ik het zeggen, enige ernst in dit verhaal te krijgen. Het is voor de leden van Provinciale Staten van belang om te weten wat er leeft, welke mogelijkheden er zijn, wat u als burgers, als ondernemers van deze zaak de Veluwe op één vindt. Want we hebben drie thema's waar het vanavond over gaat. Dat is de bewoners op één, dat is recreatie en toerisme op één en het imago op één. En links of rechtsom zullen we wel merken dat die drie dingen wel mooi gescheiden genoemd kunnen worden, maar dat ze niet gescheiden zijn. Het Gelders Debat wordt 2 à 3 keer per jaar gehouden. En de bedoeling is dat daadwerkelijk de staten in direct contact komen met zowel bewoners als ondernemers en eventueel andere belanghebbenden en betrokkenen. Met andere woorden, het is een zo direct mogelijke confrontatie met de bewoners en de werkers en de ondernemers van deze provincie. Dit doen we al vanaf 2004 en eerlijk gezegd, die meeste debatten zijn toch wel altijd een succes. Omdat, nou, we zien het nu ook, er zijn toch aardig wat mensen gekomen. En het zijn ongetwijfeld ook allemaal mensen die iets vinden. Van één daarvan weet ik het al. Dat is Henk Kraai, maar dat zult u straks ook wel merken. Het thema van vanavond, Veluwe weer op één. Want vanaf 2016, dat is volgend jaar, staan de gebiedsopgaven op de agenda. En de gebiedsopgaven, mijn dames en heren, dat is de nieuwe benadering van hoe we aan met nieuwe projecten, programma's willen omgaan en kijken naar kwaliteit en inzet. Met andere woorden, komt u met goede programma's die voldoen aan wat wij als provincie belangrijk vinden, maar wat ook als partners belangrijk vinden. En partners, dat kan zijn onderwijs, dat kan zijn overheid, dat kan zijn ondernemers. Met andere woorden, u kunt dat hele pakket, Triple Helix heet dat geloof ik ook wel, kunt u gebruiken. En dat kunt u inzetten om met goede programma's en projecten te komen waar de regio en in dit geval de Veluwe wat aan heeft. Die agenda moet nu gemaakt worden en die moet in principe in januari op tafel liggen in, zeg maar, op hoofdlijnen. We zullen daar nog niet heel met de stofkam doorheen gaan, maar dan moeten we wel weten waar we naartoe gaan. En dan moet u ook als regio, als gebied, weten waar u naartoe gaat. En dat betekent dus ook, als ik eventjes zo uit de verte kijk, dat ook bijvoorbeeld een gemeente als Apeldoorn
mee moet doen. Een gemeente als Ede en dat misschien de Noord-Veluwe als regio mee moet doen. En dat vervolgens ook de gemeente Barneveld mee moet doen. Welkom, meneer Van Hengel. Het programma van vanavond, hoe ziet dat eruit? Nou, het eerste hebben we gehad. De tweede slide. De avond ziet eruit. Nou ja, dan moet ik dus weten hoe de avond eruit ziet. Ga ik je zo vertellen. Oké, okay. U krijgt dat heeft u nog van mij te goed. In ieder geval van Bob te goed. De debatleiders van vanavond, maar dat is voor straks, zijn Bob Roelofs aan mijn rechterhand en aan mijn linkerhand Johan Visser. En die zullen u langs woelige wateren leiden, tot u bij grazige weiden aankomt van het uiteindelijke resultaat. Dan is nu het woord aan de heer Van Hemmen, burgemeester van Nunspeet. Van deze mooie Veluwse gemeente Nunspeet, moet ik zeggen. Ja, dank u wel. Allemaal heel hartelijk welkom hier in Nunspeet. Mijn ambtsvoorgangers, en dan heb ik het over voor 1972, zouden u hebben welkom geheten in de gemeente Ermelo. Want tot 1 januari 1972 waren de huidige gemeenten Ermelo en Nunspeet één gemeente Ermelo. Kom daar eens om in deze tijd. Het splitsen van een gemeente. En we redden het samen en apart best heel goed. En op deze plek waar u nu zit, stond ooit een verffabriek. Die verffabriek heette Veluvine. En we hebben de naam in ere gehouden bij dit multifunctionele centrum. De Veluwe. Ik denk dat als je buiten deze regio vraagt naar Veluwe, dan hebben ze daar een beeld bij, een gevoel bij. Natuur, fietsen, wandelen. Maar ik denk ook wel eens stoffig voor oude mensen. Dus er zit wel iets in waar we mee aan de slag moeten. Alle reden om aan het afstoffen te gaan, denk ik. Daarom is het goed dat u vandaag kiest om het thema Samen zetten we de Veluwe weer op één hier te agenderen. En ik dacht, ik geef maar een paar voorzetjes zo. Ik ben er nou toch. En misschien kunt u er wat mee. En anders dan zegt u maar, van heeft ongelijk. Dat heb ik niet, maar toch. Ik kaart even vier thema's heel kort aan. Eerste plaats het thema natuur. Want als je het over de Veluwe hebt, dan heb je het over natuur. En natuur vraagt om bescherming, maar natuur vraagt ook om ontwikkeling. En dat betekent dat ik u ten voorbeeld wil houden, als het gaat om bijvoorbeeld de bescherming, het groen netwerk Veluwe, wat zich inspant om te zorgen voor handhaving in de groene ruimte. Die heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die kwaliteit ook daadwerkelijk in stand kan blijven. Een tweede thema wat ik zou willen benoemen is, kijk alsjeblieft Veluwe breed. Er is een samenhang tussen datgene wat zeg maar in de sector recreatie en toerisme gebeurt, maar ook wat daaromheen gebeurt. Dat moet je in samenhang zien. We zijn een innovatieve regio die zich niet alleen bezighoudt met recreatie en toerisme. En dat betekent dat kansen die zich aandienen dan ook gepakt moeten worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verbreding van de A28. We hoeven niet hard te rijden, want dat kunnen we toch niet. Maar iets breder, dat helpt. Denk aan de Floriade in Almere die eraan komt. Denk aan Lelystad Airport. Maar we zouden ons ook bijvoorbeeld kunnen gaan inzetten, lijkt me een hele goede zaak, om te zorgen dat er een rechtstreekse verbinding is naar spoorverbinding naar Schiphol. In plaats van zoals het nu is naar Den Haag. De mensen, de toeristen, moeten we toch vooral ook uit het buitenland hier naartoe laten komen. En ondernemers, overheid en onderwijs spannen zich ook in om daar een gezamenlijk product van te maken. En dat noemen wij de diamant van Midden-Nederland. Een derde thema, dat zijn de vitale vakantieparken. Daar heeft u veel over gehoord.
Ik zou ook daar willen zeggen, enerzijds saneren. Wat niet goed is, moet weg. Maar ook ruimte voor ontwikkeling. Dus dat betekent het niet-recreatieve gebruik aanpakken. Dan hebben we het over permanente bewoning. We hebben het over sociale problematiek. Over arbeidsmigranten. En wat denken we van de ondermijning, de onder- en de bovenwereld die bij elkaar in verband wordt gebracht. Ook daar geldt, zorgen voor dat echte ondernemers ontwikkelingsruimte krijgen. Die zijn nodig om te zorgen dat die Veluwe weer op één kan komen. En tenslotte, marketing. Ik zei al, het product is sterk, maar dat wil niet zeggen dat ook het imago altijd sterk is. Dus we zullen moeten werken aan het imago. En dat betekent natuurlijk zorgen dat het op orde is, maar vervolgens moet je dat ook via de marketing proberen verder te brengen. En dat is bij uitstek een zaak waarin partijen, overheden, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties en wat iets meer zei, samen moeten werken. En dat kan alleen maar als we dat, zoals ze zegt, samen doen. Dus denk in arrangementen, pak de kansen. Kortom, de Veluwe op één. Het kan als we het samen doen. Ik wens u een heel fijn debat. Dank u wel. Goed. Dan gaan we nu van start met Bob en Johan. Dankjewel. Als je nou Johan nog even de microfoon geeft, is dat helemaal goed. Mag ik dan meteen nog even een opmerking maken? De telefoon is graag zacht. Ja. Ik zou ze niet uitzetten, want als je hem uitzet kun je niet meetwitteren. Want hashtag Gelders Debat is de Twitter-site. En daar kunnen we bij Omroep Gelderland dan van alles op lezen. En ik kan u zeggen uit de vaart dat Twitters van de Gelderse staatsleden in ieder geval goed gevolgd worden. Goed, fijn dat u er allemaal bent. Dat heb ik net al gezegd. Hopelijk komt de commissaris nog. Ik ga even een korte vraag stellen. Welke mensen zijn inwoners van de Veluwe? Het is altijd goed voor de staatsleden om even te weten. Wie zijn ervan? Hartstikke mooi, dat is een grote meerderheid. Wie ervan zijn ondernemers? Oké. Okay. Wie zijn politiek actief? Wie overwegen op dat? Nou, laat maar. Nou, dat is niet een mooie doorsnede. Gelder of de Veluwe heeft 850.000 inwoners. Verdeeld over 21 gemeentes. Dus we hebben in ieder geval steeksproefgewijs kunnen we dat wel waarmaken, denk ik. Goed, als eerste onderdeel gaan we het hebben over de bewoners. Meneer De Haan, we gaan de bewoners zeg maar even centraal. Meneer De Haan, even over de avond, want dat lag nog eventjes. We gaan het eerst hebben over de bewoners, over dat punt van één. Daarna gaan we kijken naar de ondernemers en daarna het imago. Allemaal met de achterhoofd van hoe kunnen we samen op één komen. Zou het toch mooi zijn als meneer Van Hemmen nog vlak voordat hij zeg maar, een andere weg in zijn leven gaat, dat in ieder geval dat meekrijgt. Dat zou toch hartstikke mooi zijn. En we doen het ieder onderdeel ongeveer 30 minuten, hè Bob? Ja, zeker. Ja, okay. Goed, als je het gaat hebben over bewoners, dan moet je natuurlijk vooral ook bewoners erbij vragen. Dus we hebben een hele selecte tour gemaakt door Gelderland om in ieder geval twee bewoners erbij te betrekken. Sommigen zijn al ontdekt door Radio 1. Ik zou graag mevrouw Van de Bilt willen even uitnodigen. En meneer Van Echteren, even naast mij komen staan. Er mogen foto's van gemaakt worden. Is dat zo? Mevrouw Van de Bilt, ik begin even bij de dame als u niet erg vindt. U bent dorpscontactpersoon in Hoenderlo. Helemaal. Hoe word je dat? Er stond in de plaggensteker een oproep wie de dorpscontactpersoon wilde worden. En daar heb ik op gereageerd. En was er een hele file van aanmeldingen? Of was u zeg maar de enige die dacht van nou ik steek... Mocht het meteen worden. Nou, helder. U kijkt als bewoner, hoe kijkt u als bewoner naar dat, zeg maar, die ambitie die ook door de burgemeester is uitgesproken? Hoe krijgen we de Veluwe weer op één? Hoe kijkt u daar als bewoner naar? Dan moet ik heel eerlijk zijn, ik woon niet in Hoenderlo, ik heb er gewoond. Maar ik ben vertegenwoordigd dan wel namens de dorpsraad de bewoners van Hoenderlo. Maar het is moeilijk om namens alle bewoners te spreken, want het is tussen sentiment en realiteit zit nogal wat. Ja. Maar ik wil nog even de vraag herhalen. Ja, ik dacht al, want welke kant gaat u op? Ik dacht, ik laat het even gaan. Maar mijn vraag was, we gaan het vandaag hebben over samen weer op één. De Veluwe, maar hoe kijkt daar een bewoner naar? Hoe kijkt dan die bewonersgroep waar u dan ook namens spreekt? Want u bent contactpersoon uiteindelijk. Ik ben contactpersoon, maar ik weet niet of de bewoners op die manier daarmee bezig zijn. Dat ze het Veluwe op één willen hebben. Ik denk dat bewoners gewoon een eigen fijn leefomgeving willen hebben. En dat dat belangrijker is voor hun. Die leefbaarheid staat centraal. Ziet u daar wel wat scheurtjes in komen dan? Nee, ik zie er geen scheurtjes in komen. Het gaat hier allemaal fantastisch. Eigenlijk is het debat helemaal niet nodig. Het debat is wel nodig om te zorgen dat we dingen voor elkaar krijgen met elkaar. Omdat we een razend actieve dorpraad
dorpsraad die zo actief was en die eigenlijk ook de bewoners van Hoenderlo vertegenwoordigt, dat die op een gegeven moment gewoon met de handen niet verder kwam en mij er dus bijgehaald heeft. Nu heb ik, dat is het voordeel van internet, nu heb ik ook even u gegoogeld. Kunt u terugzien op LinkedIn dat ik u gegoogeld heb. U heeft ook een VVV-verleden in Apeldoorn. Wat vindt u nou, wat bijvoorbeeld de burgemeester zei over die promotie, die marketing? Vindt u dat we dat ook vanuit die bewonerschap goed doen? Dat is een moeilijke vraag. Ik heb erover nagedacht. Ja, op die manier heb ik er nog niet over nagedacht. Vanuit de bewoners, als ik dan vanuit de bewoners moet praten, die zijn daar niet op die manier mee bezig. Ja, die willen wel al hun faciliteiten behouden. En dat kan weer dankzij het toerisme. Want anders zou een dorp als Hoenderlo op een gegeven moment een uitgeslapen dorp zijn. En doordat er dus toch van buitenaf toeristen komen en mensen komen, kunnen de faciliteiten in het dorp gehandhaafd blijven. Meneer Van Echteren, ik mag even Jan zeggen. Ja, ja. Fijn dat u hier bent, hè, want ondanks dat de kinderen naar het zwemles moesten, dus hartstikke mooi dat u er bent. U bent voorzitter van Uddel. Was het ook zo'n enorme strijd, campagnes à la Amerikaanse presidentsverkiezingen om dat te worden? Nee, eerlijk gezegd niet. Vaak is men blij dat iemand het wil doen. Dus zo ben ik het ook. Ja, ik voel wel gekozen, moet ik zeggen. Wel gekozen, oké. Ja. Nou, dat is ook wel hartstikke mooi. Ja. Maar u bent al, zeg maar, dorpsvoorzitter van Uddel. U stelt centraal, wat ik zo vond, leefbaarheid. Staat u onder druk in Uddel en omgeving? In zekere zin wel. Als je kijkt naar de faciliteiten, dan staat leefbaarheid wel onder druk. En ook met het achterblijven van de moderne faciliteiten, waar je eigenlijk vanuit de overheid een beetje gas verwacht. Want dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Is duidelijk, want de moderne faciliteiten, ik voel al woede bij u opkomen. Nee, ik ben niet boos. Nee, kijk, wat is leefbaarheid? Hè? Daar hebben we ook met gedeputeerde Schout een ronde tafelsessie over gehad. Ja, wat is leefbaarheid? Als je niet oppast, wordt de ideologie van een minderheid. Hè, die vaak heel sterk vertegenwoordigd is in een kleine kern. Dus daar moet je voor oppassen. Maar leefbaarheid zijn natuurlijk de basis. Levensbehoeften, goed onderdak, een goede lokale economie, goede voorzieningen en goed internet. Dat is de tijd waarin we leven. En als je het rijtje dan even afloopt, waar mankeert het dan aan? In Uddel heeft het best lang aan veel zaken gemarkeerd. Maar we hebben echt, als je het hebt over de participatiemaatschappij, dan zou je bijna Uddel als blauwdruk kunnen geven voor heel Nederland. Er is heel veel bereikt de afgelopen jaren. Internet, dat breedband internet, dat is een drama. Oké, dus dat zou een oproep zijn. Om, als je de Veluwe dus vanuit die bewonerskant ook wel op één wil houden of krijgen, dan is zo'n internet erbij voor u, zeg maar, een heel belangrijke voorwaarde. Ja, niet alleen voor de toeristische sector, maar voor de hele sector. Want als je kijkt naar hoe mensen tegenwoordig werken, als ik ook kijk naar mezelf, ik kan regelmatig thuis werken en dan moet je inloggen op een terminal en dan is gewoon een goede internetverbinding is noodzakelijk. En als je dan om 3:30, ja, dan kan ik beter stoppen, want dan komt de schooljeugd thuis en dan gaat iedereen massaal op de wifi en dan als je dan ver van de mast vandaan woont, ja, dan heb je pech. Dus de schooldagen moeten verlengd worden? Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Nee. Dat is een suggestie van mij. Of misschien nog meer de klimbos zich ontwikkelen. Dat zou dat de leefbaarheid vergroten, dat soort zaken? Een klimbos? Ja. Deels. Ja, tuurlijk. Het is een stuk inkomstenbron. Als je bij ons kijkt, het geld van kalf en koe, dat is nou nu nog bij pa en moe, maar dan is het op. Nog één keer mooie uitdrukking. Het geld van kalf en koe is nu bij paarmoeder. Dat mag wel getwitterd worden. Ja, en dat is op, ja, helaas. En dan? Ja, dus wij gingen vroeger vakantiewerk doen, vaak bij agrarische bedrijven. Ja, wij zijn gewoon heel blij met bedrijven als De Fontein, SOS, allerlei andere bedrijven die zich ontwikkelen binnen ons dorp in de omgeving. Dat is wel een inkomstenbron, ook voor de schoolgaande jeugd in de vakanties. Nog één laatste vraag. U bent vooral bang dat Uddel niet een tweede Garderen mag worden. Daar heb ik wat over gehoord, hè, via internet vanuit Garderen, dat ze daar niet blij mee waren. Wat bedoelt u daarmee? Ja. Dit is wel een opmerking die enige impact kan hebben voor uw volgende verkiezing. Ja, u daagt mij nu wel een beetje uit, want ik heb niet gezegd dat we niet zozeer geen tweede Garderen willen worden, maar je moet ook reëel zijn. Hè? Wat kan je als dorp? Kijk naar Uddel, kijk naar Garderen, kijk naar Uddel, kijk naar Hoenderlo. Dat zijn gewoon totaal verschillende dorpen, dus wij moeten helemaal niet die ambitie willen hebben om een tweede Garderen of Hoenderlo te willen worden. Je moet ook altijd
Doelen moeten smart zijn. Je moet wel met beide beentjes op de grond, stip aan de horizon zetten. Moet uniek blijven. Ja, Veluwe moet uniek blijven. De Veluwe moet uniek blijven, maar ieder dorp kan ook uniek blijven. Okay. En dan is de vraag dus of we daarmee op één gaan komen. Ik denk dat het mooi moment is om de zaal in te gaan. U gaat natuurlijk, we gaan dat zo direct ook met de zaal proberen. En u roept maar en ik kom naar u terug, niet meteen, maar in ieder geval wel af en toe. De Veluwe, meneer Kraai, gaan we meteen als eerste even vragen en dan hebben we dat meteen even gehad. Ik wil graag van u kort antwoorden. U geeft een heel stencil en een boek bij zich. Dat gaan we niet doen. Wat moeten we doen als bewoner om op de Veluwe op één te krijgen? Ik hou heel even de microfoon. Eén te krijgen, meer samenwerken. Maar ik maak me zorgen in Uddel dat dat zo groot wordt dat het straks een dorp wordt. Dank u wel. Hartstikke, ik wil dat kort houden. Goed, andere reacties. Ja, ik had het gezegd van tevoren. Dat blijf ik ook doen. En ik doe het toch niet goed. Dus dat merken we zelf. Andere reacties. U kunt ermee. Ja, als mensen niet gaan zeggen, dan zijn toch genoeg bewoners. Natuurlijk mag u vragen stellen, mevrouw Leeuwen. Ik vond dat heel fascinerend. U zei, ik heb het opgeschreven, we moeten opletten dat leefbaarheid niet een ideologie wordt van de minderheid. Wat bedoelt u daarmee? Dat zei meneer Evert-Jan. Dat vereist nog wel wat een uitleg. Ja, en hoe ga ik dat onvoorbereid heel goed uitleggen? Het was uw quote. Ja, het was mijn quote. Kijk, wij Veluwenaren zijn over het algemeen bescheiden, nuchtere mensen. En daar is helemaal niets mis mee. Maar ook bij het ronde tafelgesprek was ik eerst weer bang. Dan hebben we zo'n gesprek. Dan gingen de eerste 6 sprekers. Het ging alleen maar over natuur en milieu. En natuur en milieu is heel belangrijk. Hè, ook voor de Veluwe, want dat is natuurlijk ook ons visitekaartje. Alleen, hoe ga je met natuur en milieu om? Als je kijkt naar landschapsbeheer, want we vragen nu ons allemaal af, wie gaat het landschapsbeheren? Nou, in mijn ogen beheerde, en nog steeds, maar ook vroeger was het veel meer dan al, niemand zo goed het landschap als de boeren. Die zorgden echt voor het landschap. En nu verdwijnt vaak het landschap in een prairie-achtig paardenlandschap. Okay, ik vind dat u er knap uitgepraat bent. Ja. Andere reacties. We hebben heel veel bewoners in de zaal, dus. Ja. Mevrouw Molijn van de Partij voor de Dieren. Komt u even staan. Dat is wel zo makkelijk. Ja, ik vind dat wel een fascinerende opmerking van u. Want ik hoor van heel veel andere mensen die bijvoorbeeld in dorpen wonen. Die zeggen van, juist al die toeristen die komen, vaak met auto's. Die leveren juist heel veel overlast op. Zowel voor onszelf, dus dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Als ook voor de natuur. En inderdaad, natuur is zeg maar, ik denk een van de belangrijkste redenen dat mensen hier gaan wonen en hier naartoe gaan. En hoe zorgen we ervan dat er niet steeds meer stukjes natuur opgesmikkeld worden door allerlei bedrijvigheid, waar sommige anderen weer helemaal niet op zitten te wachten. Ik kom wel terug, leg het wel terug bij de Veluwe weer op één. Dat is de centrale vraag die we stellen. Dus ik kijk naar de zaal, want anders ga ik gewoon. Ik kom zo direct bij de fractieleden. Daar zijn nog 2 collega's van mij. U hoeft maar te roepen en dan komen we daar naartoe met de microfoon. Hier lopen wij. Er zijn zoveel bewoners. Kom. Nou, ik ga het even aan u vragen. U zit na te denken. U bent? Ik ben geen bewoner. Maar u bent wel inwoner van Nederland? Ja, zeker. Ja. Wat vindt u zeg maar een belangrijk punt om voor de bewoners om de Veluwe weer op één te zetten? Als u zo als neutrale objectief daar even naar kijkt. Ik ben ambtenaar, dus inderdaad heel objectief en neutraal. Dat dacht ik al. Ja, zeker. Ik zou zeggen dat het gaat om een goed samenspel tussen activiteiten van bewoners en ook natuur op orde te houden. Daar een goed samenspel in te regelen. Goed samenspel. Dus ik ga nu even naast u zitten. U bent? Henny Meijer. Inwoner van Otterlo. Dat dacht ik al. Ja. Hoe voelt dat om inwoner te zijn van zo'n prachtige gemeente en ook de Veluwe, zeg maar, elke dag. Ja, je kunt er naartoe lopen, je kunt zelfs soms op mooie plaatjes zien via internet als het het doet. Hoe gaat dat? Ik ben er super trots op dat ik in Otterlo woon en een deel mag maken van de Veluwe. Het staat dus al bij u op één, maar hoe vindt u dan die ontwikkelingen dat de provincie zegt, ook de gemeentes, van we moeten dat veel belangrijker, nog veel meer marketing, zoals ook de burgemeester zei? Marketing is natuurlijk super belangrijk. Wat meer belangrijk is, denk ik, is om toch meer te gaan samenwerken. Je hebt, de Veluwe is een beetje aan het versnipperen, het idee, met allerlei organisaties. En die elkaar niet echt het gunnen om van elkaars goederen gebruik te maken. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, je hebt natuurlijk wat natuurlandschap beheren, natuurmonumenten, Gelders landschap. Als je daar een evenement overheen wil laten gaan, zo, is dat allemaal wat lastiger. Dat is ook uw business? Ja, dat is mijn business, ja. Dus iedereen denkt een beetje te veel in hun eigen straatje en niet in het grote belang. Okay, dat is een mooi iets wat zeg maar ook voor de bewoners een belangrijk punt is. Dat verhaal dat meer eigenlijk over je eigen schaduw heen kijken. Dat zegt u eigenlijk. Goed, nou dat moet toch prikkelen, dames en heren.
Ik krijg wel een beetje zweet onder de oksels als niemand wat zegt. Ik zie daar een meneer in het midden van de zaal. Joost, zou je... Ja, achter jou ook, Johan. Je moet wel een beetje om je heen kijken. Ja, u bent? Mijn naam is Hageman. Ik ben inwoner van Heerde. Import. Als u zegt over de Veluwe... en dan moeten we inderdaad, wat ook net gezegd werd... je moet naar elkaar luisteren... zouden we dan iets beginnen bij de provincie... dat ze naar de burgers luisteren. Daarom dit Gelders Debat. Het slopen van die Heerderweg tussen Epe en Heerde. Aha. Nou, ja. Daar... kunnen we nog wel een paar uur over... Daar hebben we al 2,5 uur over gesproken. Vorige week woensdag, ik was daar live bij. Dat was een mooi moment. Was u daar ook? Nee, helaas. Nou, wij wel. Dus dat hebben we ook genoten van. Dat is ook mooi teruggekomen. Dat krijgt ook nog vervolg. Dus dat wordt echt opgepakt. Dus ik denk dat de provincie daar zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Zullen we even proberen, Bob, om die meneer in het midden van de zaal... Ja. Kunt u even gaan staan? En dan, u wilde wat zeggen, toch, net? Nou, even... Ja, misschien is microfoon is wel handig, want we hebben heel veel mensen op livestream van Omroep Gelderland. Het is al wat geluid is niet optimaal hier, dus het is wel prettig om. De microfoon komt naar u toe. Klein de microfoon komt naar u toe. Nee, niet geven, nooit geven. Les 1. Ik ben ook import, maar ik woon in Hattem. En uw naam is? Freek Monster. Hallo. En ik ben ook voorzitter van de VVD in Hattem. Oh jee. Maar ik zou graag. Zien, ik hoor bij te veel kennissen van, woon jij ook op de Veluwe? Zo, Hattem hoort niet meer bij de Veluwe. Veluwe houdt op, grens Arnhem, Harderwijk. Ja. Dat zou ik graag veranderd zien, dat we allemaal op de Veluwe En vindt Veluwe u dan wonen. Dat er dan vanuit Hattem zeg maar, een beweging moet komen om meer te gaan samenwerken met twee andere gemeenten die in de vlak in de buurt liggen, om dan één gemeente van te maken? Ik vind dat je zeker moet samenwerken. Ik zie nu te veel dat we zo dicht mogelijk langs elkaar heen werken. En dat betekent dat je heel veel activiteiten zeg maar, op eenzelfde dag brengt. En dat moet je dus niet doen. We gaan wat prikkelen. Ja. Dat is volgens mij een meneer die we kennen. Ja, dat is een meneer zeker die we kennen. Ik kom even over u heen leunen. Nou, als reactie voor ons meneer Giel, stel u nog even voor. Sorry, mijn naam is Ivo Gelsing en werkzaam bij Rekron. Even reactie op de vorige spreker, de inwoner uit Heerde. Het is wel erg jammer dat Heerde afgehaakt heeft bij Visit Veluwe. Want als je bij de Veluwe wil horen, moet je ook bij Visit Veluwe horen. Oké, maar misschien kunt u... Oh. Dank u wel voor deze inzet. Nou hebben we een debat. Geweldig. U heeft een vriend bij, zie ik. Komt u even naast me staan. We komen zo direct met jullie terug, dus voor de neutrale zone. U bent? Ik ben wethouder in Heerden. Maar u heeft ook een naam? Mijn volle gemoed... Maar uw naam? Mijn volle gemoed vertellen dat wij volhartig en volmondig participeren in Visit Veluwe, hoor. Gelukkig, dat is opgelost. Weer een oplossing. Meneer Gies, nog een tegenreactie? Sorry. Denk wel aan uw achtergrond, hè, met de rekening. Soms haal je dingen door elkaar. Klopt inderdaad, maar ik heb in ieder geval een punt gemaakt. Daar moet Hattem zich aan aantrekken, want die wordt ook bij de VVD. Nou. Is er iemand uit Hattem in de zaal? even checken. Ja, daar heb ik, Willy? U bent? Hier Dobbeldam, tijdschrift Nieuwe Veluwe uit Wageningen. Oké. Er zit hier erg veel import, hoor ik ook bij. Ook al woon ik 30 jaar al op de Veluwe. Wat denk ik een groot probleem is om... Even voor de commissaris. Fijn dat u er bent. Ja, intermezzo. Welkom. Wat denk ik een groot punt is voor bewoners... is van dat heel veel mensen zich niet echt Veluwe naar voelen. Ik voel me eigenlijk pas sinds Veluwe naar sinds ik een tijdschrift run... en daarvoor Wageningen. Maar ik ga eventjes zo'n vraag naar een van de bewoners die naast me staan. Wat is dat dan, dat gevoel van die Veluwe naar? Want ik hoor dat ook wel eens van andere gemeentes, maar wat is dat dan? Ja, wat is het gevoel als je Amsterdammer bent? Ja, dat draag je ook je hele... Ja, ik vind dat moeilijk uitleggen. Mijn moeder is ook import, maar ja, dat is wel... Die kwam jouw vader tegen. Ja, dat is op een top Veluwe nageworden. Wat is het? Ja, we moeten het ook niet romantisch of spannender maken dan het is, denk ik, hoor. U kijkt er ook van wat afstand naar. Wat is dan voor persoon zo'n Veluwe naar? Als je het in een paar woorden zou moeten zeggen. Een echte Veluwe naar. Ja, eentje met klumpers aan de voeten en die dus met de benen in de klei, in de zandgrond staat. Nou, kijk naar de schoenen. Er zijn er niet zoveel. Jawel, maar in de vrije tijd zou me niet verbazen als er een hele hoop op klompers lopen. Dus dat is geen punt. De mensen zoeken toch wel deze omgeving op. Ik ga even kijken. Ik zie hier ook geen klompen, maar... Kom zo direct. Kun je even... Nou, u bent? Ik ben Herma van de Put. Ik ben geboren uit echte Veluwse ouders. Gelukkig. En voorouders. Ja. Ik ben in Nijkerk geboren. We zijn in 1961 in Hunspeet komen wonen. Dat was toch wel een tegenstelling, want Nijkerk is toch wel stadser dan Hunspeet.
Ik heb de Veluwe overgereisd, want ik ben heel lang kraamverzorgende geweest. Dus ik heb in heel veel keukens gekeken. Dus je hebt wel het Veluwenaren zien komen? Heel veel bedsteden gekeken. Ja, heel mooi. Ja. Hoe is de Veluwenaar? Die is gewoon zoals ieder ander. Er is niet zoveel veranderd. De Veluwenaar is wel wat ingetogener en kijkt de kat uit de boom. Maar dat doet een zeeuw ook. Ja, dat hadden we het gevoel, hadden we bij het debat net ook eventjes. Meneer Van Hemmen, ik ga even bij u staan. Ik vind het mooi om even naast u te mogen staan. Ja. Herkent u dat, wat mevrouw zegt, want u bent natuurlijk 14 jaar hier al burgemeester. Dat beeld wat zij beschrijft van een Veluwenaar? Ik denk dat een Veluwenaar ingetogen is. Die heeft zijn principes, is niet heel erg uitgesproken in zijn meningen. Maar hij is ook heel erg loyaal aan de medemens. Dus als je een Veluwenaar hebt, dan gaat hij door het vuur voor je om de doelen die jij hebt, om die te helpen bereiken. En nu zijn de ambities om de Veluwe op één te zetten. Gaat het dan wel, pakken de Veluwenaar dat op of gaat het over hun hoofden heen? Nou, dat is wel een thema, denk ik, waar we op moeten letten. Dat je je eigen inwoners daar ook wel bij betrekt. En ik luisterde even naar die mevrouw van de Partij van de Dieren, dacht ik. Ja. Daar heb ik wat mee. Oh, dat is ook nieuws. Ja. Meestal wat tegen, bedoel ik. Het is in ieder geval op Gelderland. Nee, maar dat wat zij zegt is precies wat de autochtone inwoners absoluut niet herkennen. Die zijn van oudsher gewend om te gaan met de natuur. Die kunnen daar in wandelen, die kunnen daar in sprokkelen, die kunnen daar genieten van de natuur. En die voelen zich iedere keer eigenlijk beknot. Geef die de ruimte, dan kan de toerist ook de ruimte krijgen die hij vraagt of die zij vraagt. En dan wordt het wat. Dank u wel. Okay. Nou, dit leidt toch. Ik wil nog heel even, meneer Krijn, had ik net gezien, die wilde nog even iets zeggen. Ja, heel kort weer. Ik woon er 76 jaar, maar een Veluwenaar is volgens mij een bosbewoner. Klopt dat helemaal? Ja, zeker. Ja. We hebben gezien. Meneer Bruins, u wilde straks ook nog even reageren, zag ik? Ik had een opmerking over communicatie met elkaar. Daar moeten we met alles voor zorgen om toch glasvezel ook op die dorpen te krijgen, zo snel mogelijk. Ja, nou, dat zijn dingen die u zeg maar mee kunt nemen van zo'n avond. Maar Bob, je moet even, meneer Bruins is van, ja, van 50 plus. Ja, 50 plus, ja. Goed, ik vergeet op mijn leeftijd ook wel eens wat. Meneer, ja, u bent? Van de Kraats. Ik hoorde niet. Jan van de Kraats, ik ben een beetje verkouden, sorry. Ja, maakt niet maar uit. Maar met de glasvezel en internet ben ik helemaal mee eens. Op zich moet niet vergeten dat we heel veel mensen denken dat we hier ook kabel hebben in de buitengebieden. Maar we zijn echt afhankelijk van dat glasvezel en goed internet. Maar is dat dan de enige stap die we moeten maken om daarmee de vele nee, echt het, op het, te Nee, het is een medisch, denk ik, waar we wel ook met z'n allen, ik meen straks ook met de recreatie en dergelijke. We denken heel vaak aan onszelf, dat we alleen de overheid moet het voor ons doen. Maar we moeten het wel met ons allen doen. We moeten met ons allen regelen. Dat we deze maar zou u dan, ik ga de vraag scherper stellen. Zou u dan extra willen betalen om die breedband, die internet mogelijk te maken bij u thuis? Ik heb 10.000 euro over. Ik heb 2.000 betaald. Okay. En ik heb het nu. Oké. Okay. Nou, het is goed om dat te weten. Zijn er meer van u van dat soort Jannen in deze regio? Zoals u dat... Wij hebben, ik kom het Putten vandaan. We hebben met z'n achten begonnen en met z'n twee overgebleven. Zeg, okay. Om dat te regelen en de mensen te overtuigen. Dat is wel een klus. Maar dus. Er zijn wel meer mensen binnen de provincie en binnen Nederland. Heeft Jan het ook over. Ik ga even terug naar mijn gasten. Mevrouw van de Beeld, u had het net ook wat. U wilde nog wat toevoegen over die ambitie van de VDOP1 vanuit die bewonerskant. Ja, maar vanuit de bewoners, want de bewoners beseffen wel degelijk dat op het moment dat dus de Veluwe meer op één komt en dat dus de recreatieondernemers zich actiever mogen opstellen, dat het ook dat het dorp daardoor beter wordt en vitaler blijft. Want de middenstand die profiteert er dus van. We zijn dus nu bezig, of de recreatie is er nu ontzettend hard bezig om breedband te krijgen, waar dus de bewoners ook van profiteren. We zitten met fietspaden. Hoenderloo heeft wat dat betreft een park aan één kant, Delenwoud aan de andere kant. En je hebt in feite maar richting Kootwijk en richting Apeldoorn heb je wat, maar geen echte fietspaden. En zijn dat dan zandpaden of zo? Het zijn zandpaden. Er is ooit op een gegeven moment een attractiepad neergelegd. Alleen al om de bewoners, om de mensen van de recreatiebedrijven op de fiets Mag ik even wat tussendoor vragen, mevrouw van der Beeld? Ja. Want u zegt nou bijna alsof de hele Veluwe afhankelijk is, ook als bewoners, van de recreatieondernemers. Nee. Zij moeten het doen, zegt u.
Of heb ik het verkeerd begrepen dan? Dan heeft u het verkeerd begrepen, okay. Denk ik. Want het is toch dat we dus, ja, we kunnen niet alleen om de recreatie bewonen, maar we kunnen er niet omheen. En we zijn ook heel sterk aan het samenwerken. En het is zelfs met dus de Hoenderloze Zakenvereniging en de recreatieondernemers, die organiseren twee keer per jaar een doedag. Waarbij dus 80 tot 100 Hoenderloers ook bezig zijn om het dorp mooier en leefbaarder te maken. En dat houdt, ja, dat, de samenwerkingen gaan steeds beter, ook in Hoenderlo. En even vanuit de actualiteit, fietspaden dan in jullie omgeving, stel dat er wat paar bomen voor moeten gekapt worden, dat zou dan geen discussie op gaan leveren? Die staan niet in het dorp zelf, dus dat valt mee. Gelukkig, dus heel veel fietspaden in Hoenderlo, zeg ik dan. Ja, naar Apeldoorn toe, juist. Richting Apeldoorn, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval een geruststellende gedachte. U hoort daar een aantal zaken genoemd worden, meneer Van Echter, over die ambitie. Is dat voldoende? Even Jan, sorry. Is het voldoende om dan inderdaad die ambitie waar te maken om de Veluwe op één te krijgen? Ook vanuit de bewonerskant. En zit die Veluwe daar dan daar dus echt op te wachten? Vanuit uw vaderskant bijvoorbeeld. Ja, ja dat vind ik, kijk, ik kan niet namens iedere inwoner spreken. Maar kijk, volgens mij moeten we de ene kant niet spannender maken dan het is. Want we praten heel veel met elkaar. Hè. We maken dorpsvisies, structuurvisies, kookboek voor de dorpen, noem alles maar op. We maken van alles. Maar wanneer gaan we ook wat doen? En wat wij als bewoners zouden kunnen doen, maar dat is ook ieder voor zich, want de ene is daar veel beter dan de ander. We moeten veel meer uitdragen wat we hebben. Kijk, ik kom in het hele land voor mijn werk en ik maak iedereen gek van het Uddelermeer. Eerst lachen ze erom, maar ik heb al wel voor elkaar dat, nou, niet de helft van mijn collega's, maar een aantal collega's van mij door het Uddelermeer en Meervoort op de camping heeft gestaan met Pinksterweekend. Dus ja. Hoe groot is het bedrijf dan? Werkt 220 mensen. Nou, dat is toch winst. En maar wat verleidt ze dan om naar deze Veluwe te komen? Dat is dan denk ik de belangrijkste vraag die eronder ligt. Ja, om niet alleen te vertellen dat we bos hebben. En bos is heel mooi, maar dat heb je op meer plekken in Nederland. Maar we hebben enorme zandverstuivingen. We hebben het Veluwemeer. We hebben de Hanzesteden. We hebben het Uddelmeer. We hebben het Uddelmeer, het hoogstgelegen meer van Nederland. Alleen dat dragen we ook te weinig uit. We hebben de Pingo-ruïnes, we hebben archeotourisme, we hebben gewoon heel veel. En kortom, er moet dus echt ontzettend veel aan communicatie gedaan worden, aan marketing. Dat goed, hebben, daar komen we straks nog op terug wat betreft imago. Mag ik even deze meneer hier natuurlijk vragen? Wim Willems, lokaal Apeldoorn. Ik denk dat ik heel mooi hierop wil inhaken. Want in Apeldoorn roep ik heel vaak, wat is nou de DNA van Apeldoorn? Waar zijn we nou trots op? Niet wat willen we zijn? En vooral, nou, wat hebben we? En ik denk dat Evert-Jan dat heel mooi weergeeft. Wat hebben we? Hoe kunnen we dat uitdragen? En dat is ook naar de bewoners toe. Volgens mij zijn we veel te weinig trots op de Veluwe. Haal de stofimago eraf. We wonen er. We zijn er trots op. Je kan fantastisch recreëren. En je kan heel mooi wonen. En dan inderdaad een partij van de dieren. Ik woon er omdat ik zo de Veluwe op kan. En laten we dat faciliteren. Mede door de toeristische sector, de recreatieve sector, die dat mogelijk maakt. Goed, stoffige imago hoor ik net even. Daar komen we straks nog een keer even op terug. Dat stoffige. Ik kijk naar de fracties. Je steekt je hand op als je denkt van ik wil dan even wat aan. We gaan Daisy Vliegendhart van het CDA. Kom, sta even op. Ik wilde eigenlijk even een vraag stellen aan meneer Van Echteren. Oh, dan loop ik daar weer naartoe. Eén moment. Ja. Nou, u noemde breedband, internet, de bereikbaarheid op de Veluwe. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk punt is. Ook voor de Achterhoek trouwens hoor. Voor heel Gelderland, daar ben ik het onmiddellijk mee eens. En dat geldt niet alleen denk ik voor het internet, maar ook voor de mobiele bereikbaarheid. Ja. Maar u zei daarvoor heel snel, maar we hebben ook een aantal andere dingen. Maar dat hebben we al wel zelf geregeld. En ik ben zo benieuwd, wat zijn dat nou voor voorzieningen die u wel zelf kon regelen? En wat maakt het dat u dat hiervoor wel hulp nodig heeft. Want meneer Van der Kaats heeft bijvoorbeeld een goed voorbeeld dat ze het wel als bewoners zelf doen. Eventjes. Ja. Ik wil ook nog even. Ik sta hier niet voor niks. Je kreeg er geen geld voor, toch? Nee. Ik ben een van de goedkoopste ambtenaren van de provincie Gelderland. Alleen vanavond, toch of niet? Nee, dat is allemaal vrijwillig. We gaan allemaal naar Uddelmeer van de week. Dus. Allemaal vrijwillig. Burgemeester Van Hermen had het over de AG20. Maar laten we ook alsjeblieft de A1 niet vergeten. Want dat is ook natuurlijk een drama. Wat hebben we in Uddel bereikt? Wat we anders waarschijnlijk niet bereikt hadden. In Uddel hebben we ook relatief veel jeugd onder de 25 jaar. Met de jeugd veranderen ook dingen en zo. Dus wij wilden heel graag een kruifkoord. Maar een kruifkoord kost 85.000 euro. De financiële situatie van de gemeente Apeldoorn. Die weten we. Wij als Uddel kunnen dat ook niet dragen. Dus wij zijn dat zelf met lokale ondernemers zijn wij dat gaan aanvliegen. Nou hebben wij voor 32.000 euro hebben wij een prachtige voetbalkoor staan. Dat is een voorbeeld. Wij wilden bij de kerk, bij de hervormde kerk, waar ook van alle mensen vanuit het dorp begraven worden, wilden wij
parkeerstrook aangelegd hebben. Nou, kom je weer in een bepaalde situatie, zelfde schouders eronder. Uiteindelijk heeft de gemeente heeft het materiaal beschikbaar gesteld, maar we hebben zelf de handen uit de mouw gestoken en alles aangelegd. 20.000 euro goedkoper dan wanneer de gemeente dat had moeten laten doen. We zijn nu bezig met een klompenpad, we zijn bezig met de vergroening van de N310... Ja. Hartstikke mooi. U had mij misschien... Ja, nee, ik heb het al applaus zien. U bent helemaal losgegaan. Gaan hartstikke mooi. Ik zoek naar een punt. Die maak ik nu zelf even. Hartstikke mooi. Ja, u maakt een punt nou. U heeft al heel wat gemaakt. Maar mag ik dan vragen om uw laatste zin? Ja. Nou, u heeft mij niet gevraagd wat mij bewogen heeft om voorzitter te worden van Ulders Belang. Vond ik het in het Veluws debat wel heel belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste van vanavond. Maar ik wilde wel even iets mee aankaarten. Want ik heb veel rondgereden in Drenthe en Oost-Groningen. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen die hier zit, gedeputeerde, raadslid of wie dan ook, dat wij willen dat onze dorpen zo gaan worden als, ik durf nu al te zeggen, 30-35% van de dorpen in Oost-Groningen en Drenthe. Hè? Dat moeten we met z'n allen niet willen, want dat is voor niemand goed. Voor de recreatiesector niet, maar ook voor alle inwoners is dat niet goed. Ik voorzie nog een hele grote carrière voor u, buiten Uddel. Ja. Goed, daar, die meneer daar, achter jou, Johan, de meneer met die wat bruine trui aan. Die wilde net nog wat zeggen. Ik kom even bij u. U bent? Ik ben Marcel Vosselstein uit Nunspeet. Op zich, je moet een doel stellen. Ja. De grootste kracht van de Veluwe is dus de natuur en al zijn verschijningsvormen. Je moet de lat hoog leggen en je moet zeggen van, wij gaan in kwaliteit gaan we New Forest voorbij in Engeland. Want dan krijg je weer trek. Want dat is een kenmerk van natuur daar, dat je de natuurdieren aan het werk ziet. En dat mis je hier. Want hier, 2008, 2009, werd ik uitgescholden in de bossen door de toeristen. Die zeiden van, we zien tegenwoordig geen dieren meer, we zien alleen maar diersporen. En dat is gewoon, de hele bejaging heeft dat tot gevolg gehad. Je moet gewoon die dieren aan het werk zetten, want de natuur vergrast. Als je nu op bepaalde plaatsen nog door het bos heen fietst, mijn oude route, dan tikken de grashalmen tegen mijn fietsstuur. Dat is het ideale biotoop voor de teek. En daarom zijn ook op de Veluwe de hoogste concentraties teken vastgesteld. Dus we moeten meer gaan begrazen en de schapen en de hooglanders. Ja, kijk, in de Oostvaardig Plassen zou je nauwelijks teken vinden. Nu is het daar een slagje te erg met begrazen. Ja. Besluit het onderwerp bijna af. Alleen meneer Plug nog van de ChristenUnie. Ja, ik denk wat hier nou aan de orde is, wat je heel vaak ziet, is dat we het alleen maar over recreatie en toerisme hebben als het gaat om de natuur, zeg maar. Maar volgens mij is de Veluwe veel meer als alleen maar natuur. Het gaat ook, meneer uit Uddel zegt ook, het gaat ook om beleving. Het gaat ook om recreanten die we naar ons toe halen, die willen ook wat doen, zeg maar. En daarom denk ik dat je ook goed moet kijken, en ik denk dat daar de gebiedsopgaven ook zijn die Gelderland maakt, van is er ook voor de ondernemers iets om te doen? Is er ook voor grote bedrijvigheid om hier iets naar binnen te halen? Er zijn ontiegelijk innovatieve bedrijven op de Veluwe die zich laten zien en laten zich ontplooien. En die moeten we ook stimuleren. Dus laten we ook als bewoners kijken, waar we werken is ons vaderland, laat ik me zo zeggen. Ik ben ook geen Veluwenaar van oorsprong, maar voel me wel Veluwenaar, omdat je hier ook je oorsprong hebt, je beleving hebt en ook zeg maar mensen die je naartoe haalt. Nou, u kan mooi, zeg maar, het bruggetje wordt mooi gemaakt. We gaan nu samen verder met de ondernemers. Mag ik de bewoners bedanken, Ank van der Brink en Evert-Jan van Echteren. Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. En fijn dat jullie blijven. Dat is natuurlijk van belang. Want nou maakt het ook niet uit dat je hier gewoon de hele avond nog bent. Goed, we gaan het verder over ondernemers. En wat hebben ondernemers nu nodig om op die eerste plek te komen? Dan ga ik eigenlijk iemand uitnodigen die nu al heel wereldberoemd is via Radio 2. Radio 1, sorry. Mevrouw van der Kade, mag ik u uitnodigen? Ik denk dat het komt omdat u vanochtend zo prominent op de radio bent geweest. Weet ik wel zeker. Ja, goed. Vertel u even wat over uw achtergrond. Mijn naam is Karen van der Kade. Ik ben samen met mijn man en sinds kort ook onze zoon eigenaar van Camping de Wildhoeve. Onze zoon is nu de derde generatie en vanaf 71 is onze familie hier. Ja, dus u bent eigenlijk opgegroeid met dat bedrijf. Beschrijf eens in een paar korte zinnen hoe dat bedrijf er in de jaren 87 uitzag. Dat was nog de beginfase van de recreatiesector, van het kamperen. Het was helemaal niets. Het was helemaal niets. Het was een grote vijver en er was een horeca.
En er waren een paar oude bungalowtjes. En er kwam dan een kampeerder aan en die zette ergens in de bossen zo zijn tentje neer. En dan kwam er op een gegeven moment wat sporthuis Centrum misschien wel bij u in de buurt, of niet? Nee. Ja, dat dacht ik gewoon. Nee. Op dit moment, wij hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt. Nou, ik wil even nog naar de jaren 90. Wat wordt dan op een gegeven moment uw bedrijf? En ik probeer het voorzetje van de Sporthuis Centrum te geven. Die kachel, weet je wel, die kleuren tv. Misschien kent u dat beeld nog. Want u heeft natuurlijk ook een keer René ontmoet. Ergens anders ontmoet. Oké, nou dat maakt niet uit. Maar hoe komt het op een gegeven moment dat het bedrijf zich zo verder ontwikkelt? Nou, in 89, in 87, 88 zijn... ik moet eigenlijk al in 75 teruggaan. In 75, 76, toen hebben we een buitenbad gebouwd. Een van de eerste op de Veluwe. En dat was eigenlijk het begin dat we gingen groeien. Want het was eigenlijk uniek, een buitenbad. En de waterspeeltuin, of de vijver, die is ietsjes kleiner gemaakt toen. Maar die hebben we wel gehouden, want dat vonden we zo uniek. En in 89 hebben we het subtropisch zwembad toenertijd nog gebouwd. Dat was een spectaculaire stap. Eigenlijk heeft u eigenlijk een ontwikkeling opgepakt die in de markt te zien was. Daarom gaf ik net ook dat voorbeeld van het sporthuiscentrum. En nu, anno 2015, waar staat uw bedrijf dan nu? Met heel veel innovatie en slimme investeringen staan wij nog behoorlijk hoog aangeschreven. En nu is de ambitie de Veluwe weer op één. Wat zou dan vanuit ondernemerskant nog verder ingezet moeten worden om die ambitie inderdaad ook te gaan waarmaken? Nou, waar wij tegenaan lopen is met name om te innoveren en ook gewoon voor te blijven, zoals het bedrijf te houden zoals we zo hebben. Eigenlijk de regelwetgeving. We kunnen eigenlijk op die 12 hectare die we hebben, daar willen we gewoon kunnen ondernemen zoals wij dat willen. En de regelwetgeving is zo stringent voor ons dat we gewoon voor iedere wijziging een bestemmingsplan aanpassing nodig hebben. Maar zou het dan een optie kunnen zijn om het allemaal opzij te schuiven? Dan weet u zelf toch ook wel dat het dan ook wel een riskant traject kan gaan worden. Trouwens, mooie foto van u. Daar, hè, waar u onder ja, die hebben, ja, die kost Google. Wat kreeg u daar trouwens voor prijs? Een natuurbrandbewuste ondernemer. Ja, dat is ook goed om dat te hebben. Ja, u bent er goed uitgekomen. Dit hadden we van tevoren geoefend, dus heel goed. Er zijn nog veel meer, hoor. Ja, heel goed. Maar nu even terug naar waar we het over hadden. U zegt dus dat die regelgeving wat lastig is, maar dat hoort er eigenlijk ook een beetje bij onze samenleving. Jawel, maar je hebt als ondernemer wel wat meer ruimte nodig. Ik zal een voorbeeld geven, even een klein inkoppertje. We hebben het over het internet gehad. De kampeerder van tegenwoordig wil gewoon internet op zijn bedrijf, op zijn plek. Maar men wil ook graag dan wel eens een keertje uitzendingen missen of Netflix of wat dan ook. Radio 1 terugluisteren. Heel belangrijk. Daarvoor hebben wij een straalverbinding hebben nodig gehad. En we dachten van ja, verdikke me, een straalverbinding, dan hebben we een mast nodig. Dat gaat hem niet lukken. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat doe je dan? Bedoel, die kun je toch overal bestellen? En dan is dat dan de gemeente die dan wat meer mee moet bewegen? Nee, ook iedereen. Je moet gewoon een bestemmingsplanwijziging gaan aanvragen en vergunningen. Nou, wij liggen dan in een zo mooi natuurgebied en we snappen ook dat dat zo is. Wij hebben dus heel inventief over nagedacht. En we hebben een voorlopige voorziening aangevraagd voor mobiele mast. En die hebben we gekregen. Dus we hebben wel de medewerking van onze gemeente gehad. Daar zijn we heel blij mee. Maar wat dus gewoon... kunt u mast overal neerzetten? U zou hem eigenlijk zelf vanavond hadden in kunnen zetten? Nou, hij staat er al. Oh, fantastisch. En dat is wel een manier om zeg maar die kampeerders die ook steeds hogere eisen stellen, die mensen, die dagjes mensen, die recreanten, om dat naar uw bedrijf te lokken. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is dat de vitale wij vinden ons een vitaal, om even een stapbruggetje te maken, een vitaal vakantiepark. Maar we willen dat we ook wel blijven. En daarvoor hebben wij ruimte nodig om te innoveren en te investeren. Als wij iets willen, dan moeten wij snel kunnen schakelen. Want de markt verandert zo ontzettend snel. En binnen de kaders moet dat gewoon geregeld kunnen worden. En daarom, en dat is echt heel belangrijk, dat moet gewoon Veluwe breed getrokken worden. En al de gemeentes, alle gemeentes op de Veluwe, maar ook de provincie, iedereen moet daarin samenwerken. En je kan niet zonder elkaar. Nee, dat is volgens mij ook wel duidelijk. Dat past ook wel in deze omgeving. Nu, wat mij ook wel opviel, ik heb natuurlijk wat gekeken omheen. Wat mij opviel is dat
je zou toch maar, het scheelt wel waar je komt te recreëren wat betreft toeristenbelasting. Hoe kijkt u daar als ondernemer naar? Ja, we geven een voorzetje. Nou ja, toeristenbelasting. Ik vind het gewoon een ja. Spreek u vrij uit, we zitten er onder elkaar, onder velen na, maakt niks uit. Ah, maakt niks uit, kan mij. Het is gewoon een ondemocratische belasting. Het zijn een paar ondernemers in de gemeente die het op moeten dragen. Of het maakt niet uit welke ondernemer. Je hebt gewoon totaal geen stemrecht. En dat kan gewoon niet. En het wordt gewoon maar naar believen verhoogd. En zou het een ambitie, als je verder gaat in de Veluwe op 1, is het dan ook een hulpmiddel om verder te komen, om bijvoorbeeld dan te zeggen van of de toeristenbelasting wordt regio breed op dezelfde hoogte gezet, of we schaffen het gewoon collectief af? Zou dat weer een stapje verder zijn? Want we willen naar die 1, eerste plek. Nou, ik denk dat je gewoon eens heel kritisch moet kijken naar zulke belastingen. Ik bedoel, dat doet u. Ja, tuurlijk. Hij moet maar eigenlijk weg, toch? Ja, voor ons wel. Ja. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval ook. Maar er zijn allemaal manieren om naar die ambitie van ook vanuit de ondernemerskant om bijeen te komen. Ja, er zijn reacties al. Ja. Johan, achter jou? Achter mij, kijk, ik had hem even over het hoofd gezien. Ja, even de toeristenbelasting. Even uw naam. Ja, Philip Klaringbold. En ik ben hier namens de GNMF. Van Gelders Natuur- en Milieufederatie. Ja. En de toeristenbelasting is natuurlijk een aardig onderwerp. Want aan de andere kant willen we graag de Veluwe met al zijn rijke natuur en zijn rijke historie graag op de kaart zetten. En daar profiteren heel veel ondernemers van. Maar aan de andere kant moeten de eigenaren van die natuur ook al die toeristen kunnen ontvangen. En dat kost hun behoorlijk wat geld, te veel zelfs op dit moment, om die toeristen goed op te vangen en de schade die ze toebrengen om die te herstellen. Dus daar zal toch een soort evenwicht moeten komen voor het beheer van natuur en de Veluwe. Ja. En dat moet, die beheerskosten moeten op de een of andere manier opgebracht worden. Ja. En het is goed dat ieder Veluwnaar daar eens over nadenkt hoe dat het beste zou kunnen. Want elke Veluwnaar kan de Veluwe verkopen voor wat betreft het historisch verhaal en het natuurverhaal. Dat zijn de schatten van de Veluwe. Maar om daarvan te kunnen genieten en te blijven genieten, kost dat geld. Het kost geld, maar dan vraag ik me wel af of de gemeentebelasting, of die toeristenbelasting ook daadwerkelijk eraan uitgegeven wordt. Jan. Ik heb eigenlijk nog een vraag. Heeft mevrouw eens over nagedacht voor die breedbandverbindingen om ook de buurt erbij te betrekken? Want nu moet ze zelf een hele hoge investering doen, plus 300 tot 400 euro per maand. Zeg maar, wilt u, met andere woorden, kan die mobiel een beetje ingezet worden in de buurt? Nou, mobiele bereikbaarheid is gewoon slecht. Als ik 112 moet bellen via mobiel bereik, dan kan ik het shaken. En G4, kijk, wat het grote probleem is ook op de Veluwe. Ik weet niet of u het kaartje heeft gezien, denk het wel. De mobiele bereikbaarheid op de Veluwe is gewoon heel erg slecht. En dat is voor zowel voor de ondernemers, maar ook voor de bewoners, is dat gewoon een issue. G4-netwerk, wifi, is er ook gewoon niet die verbinding. Als je die twee verbindingen hebt, G4-netwerk en GSM, dus mobiele netwerk, ben je gewoon al heel eind verder. En de bewoners bij betrekken zou altijd kunnen. Ik ga nog heel even terug naar meneer Willems van lokaal Apeldoorn. Dat klopt, maar ook werkzaam in de toeristische sector. Oké. Okay. Heel breed, dan heb je de hele avond nodig. Maar ik kijk toch even naar toeristenbelasting. Ik kijk in heel Europa, het bedrijf waar ik voor werk staat op heel veel campings. Het wordt eigenlijk overal geheven. En als ik zie als het even niet geheven wordt. In Arnhem wordt het niet geheven. Nee, maar dan is het van korte duur. Dus men plukt de vruchten heel kort van. Recreatieondernemer ziet dan misschien even van, goh, we zijn goedkoper. Op lange termijn is dat geen goede oplossing. Het geld besteden aan toerisme is wel een goede oplossing. En ik denk dat die mevrouw wel te spijt op de kop slaat. Wifi en 4G is echt van wezenlijk belang waarvoor we zien dat de Veluwe achterblijft. Ik heb net de cijfers van november binnen. Wat de boekingen betreft, Nederland doet het 10% beter in november. 7,3% over dit jaar. En we zien dat de Veluwe achterblijft. En dit zijn een paar facetten, wifi, 4G, waarop mensen achterblijven op de Veluwe. Maar de vraag is dus of dat voldoende is om daarmee die Veluwe weer op de eerste plaats te kijken. We hebben natuurlijk niet voor niks vandaag de excursie gehad, meneer Visser. Waar we ook nog bij Vitale Vakantiepark zijn geweest. We hebben de rapport gekregen vanuit de Noord-Veluwe. Er wordt wel veel aan gedaan. Maar wat is dan nog extra nodig, behalve deze twee dingen die zijn genoemd, die ambitie veel meer kunnen waarmaken? Ik vraag me af waar. Ja. Hebben we een ondernemer? Nee, u was geen ondernemer. Ik ben Victor Doorn, ik ben Heemraad Waterschap Vallei Veluwe. Ik heb een paar opmerkingen in dat kader. Kijk, op zich is er vanmorgen op de radio, we hebben ook Jan Jacob van der.